ronde van de schoenmakers voor de tweede ronde. Vroeger droomde ik ervan om in de ring te staan, te vechten, alle aandacht op mij, schijnwerpers op me. Nu sta ik er en nu probeer ik het over te geven aan de jeugd. Vroeger liet mijn moeder mij niet trainen omdat het agressief was. Maar vechtsport heeft me altijd aangetrokken, ik wilde niet voetballen. En ik ben uiteindelijk gaan trainen. Kickboksen heeft mijn leven veranderd. Ik heb ook heel veel klappen moeten incasseren, bont en blauw naar huis lopen. Maar door blijven zetten en uiteindelijk sta ik er. En nu heb ik mijn eigen sportschool, Fight Club 070. Probeer ik deze jongens ook hun droom te verwezenlijken. En hopen dat ze er komen. Oesh! Oesh! Kickboksen is niet alleen stoten en slaan. Het is denken. Je tegenstander analyseren, zwakke punten uitzoeken en uitschakelen. Maar je moet ook weer je eigen zwakte punten verbeteren. Dus je bent nooit klaar met trainen. Vechtsport heeft me rust gebracht, discipline. Ik weet wat ik kan en ik hoef me minder te bewijzen. Je wordt er sterker van, geestelijk en lichamelijk. Het leert je prioriteit stellen in het leven. En in plaats van uitgaan, ga je nog een keer lekker trainen. In plaats van op de hoek staan, nutteloos, ga je een keer harder trainen. Dus maak je alleen maar sterk in het geheel. Links, 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 goed zo, goed zo. Goed zo. En eindigen met de loop, binnenkant B. Binnenkant B. Binnenkant B. En ga nu rechts voor staan. Ga rechts, 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 Ja. Dan moet je voor jullie stap, ja? Gaan we dat doen op drie? Gaan we dat doen op drie? Ik zit nog zo, tot zo. Nu, nu! Kom op, drie! Tempo! 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 Ik ben tweevoudig Europees kampioen geworden. Daarnaast ook intercontinentaal kampioen. Ik heb daarnaast nogal verschillende toernooien gewonnen. Het heeft mij bekendheid gebracht, erkenning. In het begin wilde ik gewoon op een poster staan. En nu sta ik op internet, op televisie, van alles. En dat is een hele goede drijf geweest vroeger voor mij. Na elke wedstrijd krijg je een kick, adrenaline stoot. En dat is gewoon zo verslavend. En dat is eigenlijk het meest verdiende wat je, loon wat je kan krijgen in plaats van een riem. Of iets. Dus een titel zegt mij niet meer zoveel. Ik vecht nu op hoogste niveau, internationaal. En wat nu belangrijk voor mij is gewoon steeds de volgende beste vechter uitdagen. Ik vind het belangrijk om mijn kennis door te geven aan de jeugd, zodat ze ook de kansen krijgen die ik heb gekregen. Alleen voor hen is het gewoon makkelijker, want ik al een pad heb gelegd. En voor hen is het gewoon volgen. En ik hoop dat er in de gym ook grote kampioenen eruit komen en dat ik met gerust hart kan doodgaan. Ik vind het niet erg als zij het niet halen, als ze maar hun andere droom gaan verwezenlijken. Dus als ze maar een baan gaan vinden en hun best doen met andere dingen. Als ze maar proberen, als ze maar hun best doen, dat is het belangrijkste. Doe niet niets, ga wat doen. Jongens en meisjes, ga voor die dikke tien in je leven.